Hallo, welkom bij een nieuwe video. Vorige week konden jullie zien dat ik enkele spulletjes heb gekocht op AliExpress. En vandaag maak ik daarvan een eerste indruk video. Vandaag geef ik mijn eerste indruk over deze productjes. Het zijn allemaal productjes van het merk Painfin of zoiets. Van dit merk. En ik heb ervan een wenkbrauwpotloodje gekocht, een poeder, heel wat lipsticks en een oogschaduwpaletje. Als ik de linkjes nog vind, zet ik ze hier beneden. Maar er waren heel veel verkopers die deze producten verkochten. Dus ik ben er zeker van dat je het nog ergens zult gaan vinden. Ik ga eerst mijn concealer en mijn foundation doen en daarna kom ik bij jullie terug. Zo, mijn make-up is gedaan, althans mijn foundation, mijn basis en mijn concealer hier en hier een beetje. En nu ga ik dit afpoederen met deze hydrating powder. Er zit zo'n motte spons bij, maar deze ga ik uiteraard niet gebruiken. Normaal gezien is dat wel mijn kleur. Het ruikt echt zo heel schminkachtig. Zelf kunnen dat het iets te licht is voor mij. Waarschijnlijk ook wel wat te gelig. Het ruikt echt zo alsof dat je schmink gaat doen voor een optocht. Ik ga mijn highlighter en blush aanbrengen. En daar ga ik mijn oogschaduw ook doen. Tijdens het doen van mijn highlighter en mijn blush merkte ik wel dat de poeder er nogal erg op ligt. Dus dat vind ik niet zo fijn. En nu gaan we de ogen doen. Ik ga eerst mijn ogen primen met deze eye primer. En dan gaan we oogschaduw aanbrengen. Voilà. Je hebt het setje in verschillende kleuren. Maar ik heb gekozen voor dit setje. En ik moet zeggen dat hij er wel iets professioneler uitzag online. Nu ziet het er echt zo super clair-achtig uit. Wel heel mooie kleuren. En een handig spiegeltje. En de slechtste applicator ooit. Even swatchen. Wauw. Slechtste pigment ooit. Ooit. Je ziet het bijna niet echt. Bijna niet. Maar we gaan er toch proberen mee te werken, uiteraard. Ik ga mijn poeder gebruiken als basiskleur. Dat wel. We gaan beginnen met deze kleur, Mist Pink. Ziet er wel echt mooi uit op het oorlicht. Wel echt een schoon, mooi kleur. Daar heb ik de tweede donkerste kleur. De kleur ziet er echt heel erg kinderlijk uit, maar ik ben verbaasd dat er eigenlijk wel nog goed uitzien op het ooglid. Ik had verwacht dat je het bijna niet kon zien, maar ze komen beter tevoorschijn dan mijn primerkleuren. Dus je hebt wel niet echt een variatie in licht en donker. Dat super
moeilijk maakt om een treffelijke ooglook mee te creëren. Dus dat gaat ook totaal niet. Op zich had ik het echt veel slechter verwacht, dus ik ben niet super ontevreden over mijn ooglok. Oké, het is niet super professioneel, maar aan de slatjes te zien had ik het echt veel erger verwacht. Maar ik ben niet verkeerd, dat zou ik echt nooit naar buiten dragen, maar oké, nog. Hier ben ik super benieuwd naar het wenkbrauwpotloodje. Net zoals bij de Catrice heb je een brouwstukje. Dit ziet er ongeveer echt hetzelfde uit als die van Catrice. Die heeft niet super veel kleur af, maar dat kan wel goed genoeg zijn voor de wenkbrauwen. En hier heb je dan een borsteltje. Redelijk kort, maar goed. Je maakt wel echt een lelijke streep. Ik is ook echt net iets te donker voor mijn wangen. En het oranje. Ah. Echt totaal niet mijn kleur. En hij is nogal heel moeilijk om mee te werken, dus mijn wenkbrauwen zullen er niet uitzien. Maar gelukkig hebben we altijd zo'n borsteltje om dat een beetje natuurlijker te doen lijken en een beetje meer te doen. Lijken als je wenkbrauwen. Nee, echt. Te lelijk. Nee, het kan zijn dat dat bij sommige mensen past, deze kleur. Maar totaal niet bij mij, wenkbrauwen. En het potloodje zegt ook nog wel grof, waardoor je niet zo mooi kan inkleuren als bij de Catrice potloodjes. Dan is het enige wat ik nog hoef te testen, mijn lipstickjes. Ik heb er een heel doosje vol. Dus we gaan beginnen met de eerste kleur. Deze ga ik zo aanbrengen, maar de rest ga ik dan van camera afbrengen en jullie gewoon laten zien. Anders duurt deze video een uur. Ik had echt niet verwacht dat die zo vloeibaar ging zijn, maar eigenlijk... Wauw. Niet mijn kleur. Totaal niet mijn kleur. Het is ook een heel dun lipstickje, dus ik denk dat je er echt één of twee keer mee kan doen. Maar wauw. Mooie kleur. Allee. Mooi. Pigment. Oké, ik ga de andere lipsticks in. En dan kijken hoe het loopt. Kleur 2. Vijf, zoals je kunt zien, ging het niet helemaal goed met deze. Ligt dat nu aan mij of staan mijn lippen dik? Misschien toch even wachten tot de volgende test. Mijn lippen waren totaal niet dik gekomen, dat was enkel een idee. Dus ik ga verder doen met deze donkerpaarse, bruine, paar, rode, bordeaux kleur.
Bordeaux, rode kleur. Ik had verwacht dat die een stuk donkerder ging zijn, maar toch een mooie kleur. Lekker rozig. Een van de laatste kleuren. Voorlaatste kleur. En de laatste kleur. Zoals je kunt zien wisselt het pigment echt enorm. Echt heel en enorm. Sommige zijn super goed van pigment, andere verdwijnen dan bijna. De kleur, basic, kinderlijk ook wel een beetje. Niets dat ik echt denk van dat ga ik dragen. Nee, toch niet. Mijn mening over deze collectie. Jong. Leuke verpakkingen wel. Niet goed van kwaliteit. Zeker niet goed van kwaliteit. De oogschaduw was al verdwenen bijna toen ik mijn lipstick aanbracht. De poeder doet me meer iets denken om met carnaval of zo te brengen. Of met een stoet of met een optocht. En totaal niet in mijn dagelijkse make-up routine. Dit balletje ook weer heel kinderlijk, weinig pigment. De lipsticks vond ik nog leuk, omdat je echt meteen heel veel lipsticks hebt. Maar ik denk van een keer of drie dat die bijna volledig verdwenen zijn na drie keer gebruiken ervan. Dus ik zou ze ook niet echt aanraden. Heb je kinderen en wil je een goedkope make-up geven, dan kan ik dit setje wel zeker aanraden. Maar dan moet je dit niet kopen, want dit is gewoon niks. Bro. Zo, dit was het dan. Bedankt voor het kijken. Vergeet je niet te abonneren hieronder. En laat een reactie achter of ik meer AliExpress items moet gaan testen voor jullie. Doedels!